De Nederlandse geestelijke gezondheidszorg stelt dat meer dan de helft van de mensen zich nadelig behandeld voelt in de geestelijke gezondheidszorg. Heel apart vind ik dat zelf, want de meeste mensen die ik ken die in de geestelijke gezondheidszorg werken, die zijn er juist ingegaan om te helpen, om klaar te staan voor een ander. Wij binnen het GGZ hebben last van stigma. En dat is niet gek. De mens is zo geprogrammeerd dat wij trachten om onze omgeving te scannen. En we proberen daar labels aan vast te plakken. Alleen maar om te zorgen dat het duidelijker wordt, dat het makkelijker wordt, dat we dingen kunnen plaatsen. Helaas werkt het vaak averechts. Als je zelf kijkt naar je leven en de oordelen die je misschien over een medemens had, en het moment dat je die persoon daadwerkelijk leerde kennen wie het was. Dat is ook meteen het moment dat je er eigenlijk achter komt. Oké, ik zat fout, ik heb het verkeerd. Ik wil het met jullie hebben over twee vormen van stigma. Het ene is diagnostic overshadowing. Dat houdt in op het moment dat iemand wordt behandeld voor een psychische aandoening, dat deze persoon niet wordt geholpen met zijn fysieke klacht. Bijvoorbeeld buikpijn. Iemand is zwaar depressief, heeft daar een behandeling voor. Maar de buikpijn, die eigenlijk relatief simpel te behandelen is, die wordt niet opgepakt. Helaas. Een ander is een iatrogeen stigma. Dat is een stigma waarbij de hulpverlener eigenlijk te pas en onterpas de diagnose opplakt. Hij labelt de ander. En dat werkt echt averechts op herstel, op het herinrichten van zijn leven of haar leven. Dus dat is zonde. Eigenlijk vraag ik jullie hetzelfde te doen vandaag over mij. Een oordeel te vormen over wie ik ben. Als spreker, als hulpverlener, als vrijwilliger bij Samen Sterk Zonder Stigma. Dat is wat ik van jullie vraag. Hé, hey, wat zeg jij nu? Wacht even jij! Ja. Moet ik herrie maken? Ja, aandacht genoeg. Dit ben ik ook. Ik daag je uit om nu bij jezelf af te vragen. Kan je nu zonder oordeel zijn nu je dit hebt gezien van mij? Durf je zonder oordeel te zijn als je dit ziet van mij? Wat mijn vraag is eigenlijk aan iedereen. Vraag jezelf eens af, kan je iemand beoordelen op het hier en nu? En lukt je dat? Ik ben bij de geestelijke gezondheidszorg gaan werken, bij Noord-Holland Noord, met één doel. Ik wil de zorg graag verbeteren. Af en aan ben ik zelf cliënt geweest de afgelopen 22 jaar. En ik kwam er niet uit. Stigma, zelfstigma, was mijn probleem. Los van de diagnose die ik heb ontvangen trouwens. En ik heb ze bijna allemaal wel gehad.
De diagnoses waren in eerste instantie een meerwaarde, maar later werd het eigenlijk een obstakel, want ik ging mezelf eigenlijk alleen maar identificeren met datgene wat me werd voorgekauwd. Op zoek naar betekenis, op zoek naar dat wat een meerwaarde is in mijn leven en op zoek naar excuses waarom ik bepaalde dingen niet kan. Maar vraag jezelf eens af, kan jij alles? Ik niet in ieder geval. Wat ik eigenlijk alleen nog met jullie wil delen is, ik doe het nu samen met mijn collega's binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik doe het samen met alle medewerkers van Samen Sterk Zonder Stigma. Ik doe het samen met mijn omgeving, met mijn partner, met mijn schoonfamilie. Helaas niet meer met mijn ouders. Precies 2 jaar geleden verloor ik mijn vader. Vandaag, 2 jaar geleden. En vorige week mijn moeder. Ik sta hier omdat hun het vertrouwen ook in mij hadden. En mij de kracht gaven. En puur vertrouwden op wie ik ben. Op mijn passies in het leven. Ik hoop dat jullie hier vandaag weggaan en geïnspireerd raken. Ik heb zelf meerdere TED-talks voorbij zien komen en ik kwam tot 1 conclusie. Wat inspirerend wat anderen vertellen. En wat komt alles dichtbij? En wat gaat alles over verbinding? Verbinding zonder een oordeel. Ik ben vandaag heel erg geïnspireerd geraakt en ik hoop dat jullie dat vandaag ook zullen zijn. Bedankt voor jullie aandacht. APPLAUS.